De Walenburg is een gebouw in de Amsterdamse Montelbaanstraat. Het biedt onderdak aan thuislozen. En meer dan onderdak. De bewoners en het personeel hebben daar een orkest op gericht. Een orkest dat na een optreden in Showroom talloze aanbiedingen kreeg. Het is inmiddels opgetreden voor het Concertgebouworkest en voor de Belgische televisie. Dames en heren, we gaan vanmiddag aan de teermiddag beginnen. En we beginnen met het leuke lied. Dada, wie heeft je bal? Eén keer heb ik de politiekapel gehad. En dat vond ik zo aardig, maar zo leuk. Dat ze vond het zo leuk. Ze dacht dat ze met al de vandaag te maken hadden. Maar toen we zo zagen, was het zo leuk. Dat wij hebben de hoofdjes even bij elkaar gestoken. En zodoende ben ik er toe overgegaan om hier uit te mensen een orkest te stichten. Kon iedereen zomaar spelen? Op dat ik ga het dadig. Ik ben reuze tevreden. We zijn hier de laatste keer in het binnengasthuis geweest en bij Bob Tobik al een reuze klein aardig succes. Het is een heel bijzonder orkest, hè? Uiteraard. Ik wil dus niet discrimineren, maar in de oerwaarde had je dus vroeger alleen maar de tam-tam. Ja. En dat was dus de communicatie. En wij proberen hier dus door onze muziek, die dus voor anderen niet misschien als muziek in de oren klinkt, toch een zekere communicatie dus onderling te krijgen ook. Ja, misschien zijn er wel mensen, hè, die het zien en die zeggen, wat een raar orkest is dat. Kunt u zich dat voorstellen? Natuurlijk. Maar deze mensen zijn zeer bekrompen van geest. Die verlangen dus alleen maar dus naar het een of ander filharmonisch orkest. Maar zo is het niet. Wij moeten dus uitdragen hetgeen wat in ons leeft. Al kunnen wij geen noot spelen ook, geen enkele noot, maar wat in ons gevoel ligt, dat moeten wij uiten. En dus het enige wat wij kunnen doen is dat door middel van de muziek. Ja, daar gaan we. U bent ook al met het orkest gaan optreden, begrijp ik, hè? Ja. Waar ja, was dat? Op een camping in Zandpoort, wat een enorm succes is geweest, waarvan we in het begin dachten, nou ja, wat zal het worden en zo. Hè? Maar nou, de bewoners wilden het graag en wij zeggen dan van de leiding hier van, nou dat doen we dan, we gaan met jullie mee. We hebben wat voor vervoer gezorgd en zo. En nou, dan blijkt dat er die confrontatie, waar wij toch even tegen opzien, omdat je denkt van ja, hoe wordt dat en hoe zal het gaan.
dat blijkt geweldig te gaan. De publiek daaromheen die vindt het integendeel belachelijk, maar het blijkt dus zelfs aan de reacties na afloop van zo'n uitvoering dan, dat men zegt, nou, maar dit is geweldig, want wat jullie doen, dat zouden wij eigenlijk ook graag doen, maar hoe kom je daar toch tot zoiets toe eigenlijk? Meestal moet je altijd alles kunnen, je moet precies helemaal gefundamenteerd zijn en zo. Nou, bij ons gaat het uit de losse vinger en zo, en uit de losse toeter en zo. Houd je mee, Brand? Een liedje wat ik zelf nog niet ken. Ik ben verliefd. Dan zijn we maar stil van u. Dames en heren, mag ik alsjeblieft stilte van u? Absolute algehele stilte. Anders kan ik de zaal ontsluiten. Dit grote succes wat wij hier in de weg gehad hebben. Ik had het nooit gedacht dat wij zoiets zouden hebben. Maar wij danken u voor uw medewerking, voor deze gezellige, fijne middag. En wij zeggen niet vaarwel, dan wij zeggen tot wij nu zien en tot wij nu horen.